In oefening 2B vraagt men iets soortgelijk als in 2A, alleen gaat men nu niet één keer een extractie uitvoeren met 100 ml chloroform, maar gaat men twee keer een extractie uitvoeren met 50 ml chloroform. Dus in totaal wordt er evenveel chloroform verbruikt, maar je zal zien dat we meer extract uit onze oplossing halen. Dit zijn dus twee berekeningen voor de eerste extractie en voor de tweede extractie. Je zal zien dat de berekeningen soortgelijk zijn, maar wat is er verschillend, is de hoeveelheid extract die aanwezig is in onze originele oplossing, in dit geval water. We starten onze opgave. We starten net zoals daarstraks met 200 ml water. Daar voegen we aan toe ons extractiemiddel, dat is nog steeds chloroform, alleen voegt men hier nu slechts 50 ml water. Chloroform aan toe. Nog even vermelden: dit is onze eerste extractie. We laten die intens met elkaar mengen. Daarna laten we ze even rusten. Er ontstaan twee lagen. Bovenaan is onze laag chloroform 50 ml en onderaan is ons water nog steeds 200 ml. We starten met 10 gram. 10 gram van ons extract is aanwezig in de originele oplossing 200 ml water. Doordat een deel overgaat in het extractiemiddel, dat deel kennen we niet, dat gaan we berekenen. Dat is x. We starten met 10 gram, dus onderaan blijft nog 10 min x gram over. Onze KC is gekend. KC is 10. En dat is gelijk aan het aantal gram extract in ons extractiemiddel per volume en de hoeveelheid extract in onze originele oplossing per volume. Dus dat wordt hier x gedeeld door 50 gedeeld door 10 min x gedeeld door 200. Deze vergelijking gaan we meteen vereenvoudigen. De grote blok die hier staat, die is hier gedeeld door. Dus als ik die naar de andere kant breng, dan wordt dat maal. De 10 stond er al. 10 maal 10 min x gedeeld door. Ik plaats de 200 voorop. Is gelijk aan x gedeeld door 50. Nu wil ik nog van de 50 van af. Net hetzelfde. Aan de rechterkant is het gedeeld door, dus aan de linkerkant wordt dat maal. Nu ziet onze vergelijking er zo uit: 10 keer 50 gedeeld door 200 maal 10 min x is gelijk aan x, het enige wat er nog staat. Dit kunnen we vereenvoudigen. Die 0 kan ik hier boven en onderschrappen, deze 0 kan ik boven en onderschrappen. Dus wat staat daar? 5 gedeeld door 2 of 2,5. Dus 2,5 maal, dit stond er nog, 10 min x is gelijk aan x. Ik ga uitvermenigvuldigen tussen de haakjes. Dus ik doe 2,5 maal 10 en 2,5 maal, pas op. Min x. Dus dat wordt 25 min 2,5 keer x is x. Nu breng ik deze min 2,5x naar de andere kant. Aangezien het hier min is, wordt het aan de andere kant plus. Dus daar staat 25 is gelijk aan x plus 2,5 keer x. Hier staat eigenlijk 1 keer x. 1 plus 2,5 is 3,5 keer x. Dus dat wordt 3,5 keer x is gelijk aan 25. Of x is gelijk aan 25 gedeeld door 3,5 is gelijk aan. 7,14 gram. Wat betekent die 7,14 gram? Dat is de x die we hier bovenaan hebben bepaald. Dus we hebben 7,14 gram van ons product uit ons origineel oplosmiddel gehaald. Wat blijft er nog over? Dat is 10 min x zit nog in het water. 10 min 7,14 gram. Wat blijft er nog over? 2,86 gram. Dit is een belangrijk getal, want dit was nog maar de eerste extractie. Nu gaan we een tweede extractie toepassen. En ons start, hoeveelheid X aanwezig in ons water, is niet meer 10 gram, maar zal nu 2,86 gram zijn. Dus we onthouden voor het einde: we hebben er reeds 7,14 gram uitgehaald. Er blijft nog 2,86 gram over en daar verdient de tweede extractie, zo nog even een overzicht tekening. We starten dus nog steeds met 200 milliliter van ons water, maar ik ga het meteen aanvullen. Er blijft dus nog 2,86 gram van ons extract erin zitten. We voegen een nieuwe hoeveelheid solvent daaraan toe. Ons extractiemiddel is nog steeds chloroform. We gebruiken opnieuw 50 ml. We laten ze mengen. We wachten even. Er ontstaan twee lagen. Bovenaan ons extractiemiddel chloroform. Onderaan het water. Nog steeds 200 milliliter. De, de oplossingsmethode is soortgelijk. Van die 2,86 gram gaat er dus een bepaalde hoeveelheid naar ons extractiemiddel. We weten niet hoeveel, dat gaan we berekenen. Dat is x. Wat blijft er onderaan over aangezien we gestart zijn met 2,86? Er is x naar boven gegaan, dus onderaan hebben we nog 2,86 min x gram aanwezig. We kennen onze verdelingscoëfficiënt. Kc is gelijk aan 10. Is gelijk aan. Kijk even hier. Het extractiemiddel staat bovenaan, hier het oplosmiddel onderaan. We hebben dus x gram per 50 ml extractiemiddel gedeeld door 2,86 min x gedeeld door 200 ml oplosmiddel. Dat wordt dus x. Gedeeld door 50, gedeeld door 2,86 min x, gedeeld door 200 milliliter. Ik ga deze blok net zoals daar straks naar de andere kant brengen. Hier is het gedeeld door, dus aan de andere kant wordt dat maal. Dan ziet onze vergelijking er zo uit: 10 keer, dat stond er al, 2,86. Min x gedeeld door 200 is gelijk aan x gedeeld door 50. Ik wil van deze 50 af, dus ik ga die ook naar de andere kant brengen. Rechts is het gedeeld door, dus als ik die naar de andere kant breng, dan wordt dat maal. Onze vergelijking ziet er nu zo uit: 10 keer 50 gedeeld door 200. Maal 2,86 min x is gelijk aan x. Net zoals daar straks, een 0 bovenaan kan ik schrappen en onderaan, een 0 bovenaan en onderaan. Dus net zoals daar straks staat hier, 5 gedeeld door 2 is 2,5. Wat is anders? Anders is de hoeveelheid extract in onze oplossing. Dat wordt dus 2,5 keer 2,86 min x is gelijk aan x. Dit gaan we moeten uitrekenen. 2,5 maal 2,86 en 2,5 maal min x is gelijk aan x. 2,5. Maal 2,86 is 7,15, dus hier staat 7,15 min 2,5 keer x is gelijk aan x. Ik breng de min 2,5 naar de andere kant, aangezien het aan de linkerkant min 2,5 is, wordt dat rechts plus 2,5. Dus dat wordt 7,15 is gelijk aan x plus 2,5x. Je weet, hier staat geen x, maar eigenlijk staat er dus 1 keer x, maar normaal zien schrijven we de x niet. Dus dat wordt 7,15 is gelijk aan 3,5 keer x. Oftewel, ik plaats de x aan de linkerkant x is gelijk aan 7,15 gedeeld door 3,5. En dat is gelijk aan 2,74 gram. Met andere woorden, wat is die 2,74 gram? Dat is x. We hebben dus 2,74 gram verwijderd in deze stap. Wat blijft er over? Niet zoveel: 2,86 min 2,74 gram is dus 0,12 gram. Van ons extract blijft over in onze originele oplossing.